Vader, het uur is gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u de macht ontvangen om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwig leven. Dat is dat zij u kennen. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Vertel ons de waarheid, we zitten met vragen. Wat is het beeld? Waarom religie verdeelt? Als de verlosser ons heelt. En wat is de deal? Is Bavo met echte wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer. Laat het me weten, het beest gaat tekeer. Vader, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Ze waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen. Voor de mensen die u mij hebt gegeven. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn. Zoals wij. Eén zijn. Ik hoor te veel leugens, maar zie geen één feit. De gemeenheid waarvan je brein splijt. En er is geen tijd. Waar is de eenheid te midden van twee strijd? Waar is de eenheid? Vader, ik kom naar u toe. En ik zeg u dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld mogen worden van mijn vreugde. Heilig hen dan door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Dat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn. Ik zie die gimmicks, wat is een nep en wie is een echt? Maar God checkt je spirit en die matcht dus niet met wat je zegt. Bless.